De 70ste Kinderboekenweek is vandaag van start gegaan. En wie kan het feest beter aftrappen dan burgemeester Bruls? Hij ging langs bij basisschool Montessori om de leerlingen een verhaal voor te lezen. Pietje laat hem achter rijden. Nu moet er nog kop. De Kinderboekenweek is niet alleen een hele leuke week, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het thema dit jaar is lekker eigenwijs, want het is voor kinderen belangrijk om een eigen mening te vormen en een eigen identiteit te ontwikkelen. Belangrijk. En eigenwijs is natuurlijk niet dat je alleen maar gaat afzetten om het afzetten tegen anderen, maar wel dat je gaat bepalen van hoe voel ik me lekker in het leven, waar sta ik voor, wat vind ik belangrijke dingen waar ik voor ga. Dat moet je leren, daar kun je bij geholpen worden. Het zijn allemaal eigen ikjes. We hebben er hier 230, 240 rondlopen met allemaal een eigen identiteit en daar moet zeker heel veel ruimte voor zijn. En dat is natuurlijk in combinatie met elkaar. Hoe doe je dat dan samen en met al die verschillende ikjes? Je eigen identiteit ontwikkelen dus, maar ook leren omgaan met elkaar. En dat is ontzettend belangrijk voor later. Net als op jonge leeftijd leren lezen. Volgens de burgemeester wordt nog altijd onderschat hoeveel laaggeletterden er zijn in Nederland. Dus wie niet kan lezen, die heeft het heel moeilijk in onze samenleving. En er zijn heel veel mensen die niet goed kunnen lezen. En dat begint natuurlijk van jongs af aan. Dus het is heel belangrijk om in zo'n week, maar eigenlijk alle dagen van het jaar, het lezen te helpen bevorderen. Je kunt veel meer kennis opdoen doordat je leest. Je kunt je denk ik ook veel beter inleven. Je kunt je inleven in verschillende rollen die er zijn in een boek. En doordat je met boeken zoveel terug kunt brengen naar kinderen. Aan kennis, aan informatie, aan creativiteit. Is dat gewoon ontzettend waardevol. Op deze school investeren ze daarom in een mooie collectie boeken. We hebben hier sinds een tijdje nu een bieb op school. En daarmee hebben we een sterk roeling. Lerende collectie en dat kinderen de leesmotivatie stijgt enorm. Dus het is wel ontzettend belangrijk om veel boeken in school te hebben, ook regelmatig te kunnen wisselen, dat er ook veel variatie in boeken is, want de interesse zijn ook verschillend bij de kinderen. En hoe speciaal is het dat de burgemeester langskomt om voor te lezen? Ja, het gonsde gisteren enorm. Ze waren echt zenuwachtig voor de ontvangst van de burgemeester, maar je hebt het net kunnen zien, het was fantastisch in de zaal. Dat ze dat ook echt kunnen meemaken. Nou, ik lees wel vaker voor klassen, maar ze letten beter op, als ik het zo mag uitdrukken. Maar ze hebben ook soms hele verrassende vragen. Dat blijkt ook wel. Dus ik vind het altijd een echte plezier om voor een klas te mogen lezen. Nou, bravo!